Als ik voor mezelf spreek, kan ik me voorstellen dat na een cafébezoek dat je wel eens zo'n qua jonge streek uit kan halen. En voor de rest, ja, het is voor de rest ook niet veel. Het is, denk ik... En een beetje drank op dat het dan zoiets gebeurt. In een dronken bui een straatnaam of verkeersbord meenemen naar je studentenhuis. Onschuldige baldadigheid, zegt de een, een schande, zegt de ander. In Dronten willen ze met een inleveractie het probleem aanpakken. Want volgens burgemeester Jean-Paul Gebbe hangen er heel wat borden bij studenten aan de muur. Nou, wij moeten als gemeente, als het gaat om kamerbewoning, moeten we eens in zoveel tijd uh, langs gaan om te controleren op brandveiligheid en dat soort zaken. Uh, ja, dan constateren wij, terwijl we de brandveiligheid aan het controleren zijn, dat er ook een heleboel borden in die, uh, in die huizen hangen. En die willen we graag terug. Kijk, in studentenhuizen is het een, uh, een beetje die, ja, studenten kozen hobby om een studentenkozen uh, hobby om een bord mee naar huis te nemen. Tenminste, dat, uh, ja, ik kom wel eens in een studentenhuizen en dan zie je een bord hangen. Dus op zo'n manier uh, snap ik goed dat de gemeente hier. Uh, ja, iets aan wil doen. De gemeente, de RS Hogeschool en studentenverenigingen roepen studenten nu op om alle borden in te leveren. Dat mag voor één keer straffeloos. Het is een beetje lastig om aan te tonen wie nu zo'n bord gestolen heeft. Het hangt of in de woonkamer of het hangt al jaren. Dus het is heel moeilijk om, dat, om, om te achterhalen wie ze gestolen heeft. Soms is ook een aangifte wel gedaan, maar welke bord hoort nog welke aangifte. Dus het is heel lastig om te bewijzen. Dus hebben we gezegd: jongens, samen schouders eronder. We doen een eenmalige actie om die borden terug te brengen. En daarmee maken we schoonschip. Daarna zouden we eventueel kunnen gaan handhaven. Dus als we dan borden aantreffen, dan zeggen we: Nou, je hebt de gelegenheid gehad om ze in te leveren. Uh, ze hangen hier nog, dus dan kunnen we toch gaan kijken of er sprake is van een strafbaar feit en of we aangifte gaan doen. En daarmee is de gemeente niet te streng voor de studenten, vindt de burgemeester. Het is inderdaad dadigheid, maar stel dat diezelfde student nou bij u uit de tuin het hek mee zou nemen, of uw tuinkabouter. Dan zou je ook zeggen: dat is toch raar, dat is mijn kabouter, dus het blijft daar af. Het is bezit van een ander, dat is één. Uh, het gaat om veel geld, dat is twee. Maar drie. Feitelijk is die sprake van een strafbaar feit. En dat levert een strafblad op. En dat wil ik onze studenten uit Dronten niet aandoen. Dat ze hun carrière beginnen met een strafblad. Komende woensdag en volgende week dinsdag kunnen de borden op vier locaties in Dronten worden ingeleverd. Ik denk ja, dat het voor de meeste studenten niet echt moeilijk is om die, die, om die borden in te leveren. Ik denk niet dat ze er heel veel waarde aan hechten. Dus ik, ik hoop dat er veel borden worden ingeleverd. Maar. Uh... Dat is altijd maar gokken. Ik weet niet wat ik moet kan verwachten, maar ik hoop in ieder geval dat, dat de studenten er massaal gehoor aan zullen geven.